Wat vind jij van de werkplek? De verbouwing die is helemaal goed gelukt, vind ik zelf. En ik vind dit mee van het gezelligste werkplekje. Lekker rustig, even met collega's onder elkaar, 's morgens vroeg. Een nadeeltje vind ik eigenlijk dat de kantine niet meer zo groot is als dat we gewend waren. Zodat we nou voor het in twee groepen moeten gaan pauzeren. En in dit geval vind ik het heel belangrijk dat de medewerkers meedoen aan het medewerkersonderzoek. Altijd je mening even geven. Wat je graag anders zou willen zien of wat je zelfs wilt gaan veranderen. Nou, ik vind hier lekker meer licht is. En dat vind jij fijn. Het oude gedeelte was heel donker. En dit is gewoon heel licht. Ja, en dat is gewoon heel fijn als wij hier onze werkzaamheden kunnen doen. Nou, mijn wensen waren eigenlijk dat er een schot voor zou komen voor de kantine, dat wij wat rustiger konden telefoneren. Want nu is er heel veel ruis. En daardoor is het eigenlijk heel druk, waardoor ik af en toe de telefoon niet kan horen. Ik heb het gevoel, als je meedoet met het medewerkersonderzoek, dat er gewoon naar je mening geluisterd wordt. Wat is jouw favoriete plek? Mijn favoriete plek is de belbox. Omdat ik voor mijn werk veel moet bellen met werkgevers. En we zitten hier in een heel mooi kantoor met verschillende collega's. Maar als we hier allemaal gaan zitten bellen, dan stopt nogal. Dus vandaar de belbox. Belbox? Kom mee, ik zal het je even laten zien. Kijk, dit is de belbox. Oh, dank je wel. Zus, wat vind je fijn van het pand? Ik vind het fijn aan het verbouwde pand dat we nu meer contact maken met de mensen die in de kantine komen eten. De verbeteringen uit het vorige medewerkersonderzoek zijn goed gelukt. Bij WSD vinden we het belangrijk om te luisteren naar de mening van medewerkers. Daarom organiseert WSD dit voorjaar weer een medewerkersonderzoek. Doe jij ook mee?